Dag allemaal en welkom bij Ukulele Basic Skills, het wisselen tussen het F en het C-akkoord. Het wisselen tussen het F en het C-akkoord lijkt ontzettend veel op het wisselen tussen het C- en het A-mineur-akkoord. Het F-akkoord lijkt erg op de A-mineur. Als we de A-mineur pakken en je hebt je wijsvinger en die zet je erbij op de E-snaar in het eerste vakje, dan hebben we het F-akkoord. Als we dus wisselen van het F-akkoord naar het C-akkoord, wisselen we dus steeds van deze twee vingers naar deze vinger alleen. Dus je wijsvinger en je middelvinger, dan naar je ringvinger op de A-snaar. Dat kun je gebruiken als geheugensteuntje. Vind je het lastig om de vingers tegelijkertijd neer te zetten bij het F-akkoord? Maak dan eerst de A-mineur en zet daarna je wijsvinger erbij. Ik ga nu vier keer het F-akkoord spelen, dan vier tellen de tijd nemen om te wisselen, dan het C-akkoord en dat gaan we herhalen. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Dit ga ik nu twee keer zo snel doen. Ik speel twee keer het F-akkoord. Twee tellen om te wisselen. Twee tellen het C-akkoord. En dan weer twee tellen om te wisselen. 1, 2, 3, 4. 1. 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2. 1, 2. Nu ga ik het F-akkoord vier keer spelen, dan het C-akkoord gelijk ook vier keer. Ik heb dus geen tellen ertussen meer om te wisselen. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Wil je dit nu in de praktijk gaan oefenen? Kijk dan naar de liedjes als Hallo Allemaal, Pick a Bill of Cotton of Viola Violetta. Daarin worden alleen de F en het C-akkoord gebruikt en kan je het oefenen in de praktijk. Succes met oefenen!